Het gaat over de corona en over de afbraak van de zorgstelsel in Nederland de afgelopen jaren. Ja, de mensen maken zich heel veel zorgen over niet alleen de coronavirus, maar ook over de mogelijkheden of de onmogelijkheden, de beperkingen om daarvan te genezen. En die hangen natuurlijk in belangrijke mate samen met de wijze waarop de Nederlandse zorg is, bestaat en ook is ingekrompen. Want dat is toch wel iets wat nogal ernstig is geweest. Ik heb onderzocht hoe de gezondheidszorg was het laatste jaar voordat Rutte premier werd en hoe die in 2017 is georganiseerd. Dat was het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn. Het zijn de volgende. Het aantal verpleegdagen, dat is van 10,8 miljoen gedaald naar 8,5 miljoen. Het aantal bedden is gedaald van 44.800 naar 37.700. Dat is dus alle twee met ongeveer zo'n kleine 20% de afgelopen jaren. Het aantal intensive care bedden, dat is helemaal afgebroken bijna. Dat is gedaald van 1900 naar 1200. Onder het kabinet Rutte dus wel te verstaan. Dat moet je wel. Wij beseffen dat de bevolking in Nederland de afgelopen 10 jaar is gegroeid en bovendien ouder is geworden. Er zijn dus eigenlijk alleen maar redenen om aan te nemen dat het had moeten stijgen. Dus het aantal bedden en verpleegzaken. Even een vergelijking met het buitenland. Het aantal bedden, dus dan hebben we het over ziekenhuisbedden. In Duitsland per 1000 inwoners was 8,1 bed. In Frankrijk was het 6,1. In België is het 5,1. In Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk, 3,6. U voelt hem al aankomen. In Nederland 2,3. De conclusie hoef ik niet meer te trekken. Dat kunt u zelf wel doen. Dan gaan we nu naar een aantal historische cijfers. Ik hou nou eenmaal van harde cijfers en daar is ook behoefte aan, heb ik begrepen de laatste dagen. De Spaanse griep, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, die heeft 50 miljoen doden geëist. Daar lopen de getallen overigens van uiteen. En dat was dus 10%, want er waren 500 miljoen mensen ziek geworden. 10% dus overleden. 1957, 1958 had je de Aziatische griep. Daar heb ik geloof ik zelf ook nog aan geleden, maar dat was niet veel. Er zijn toen 1,1 miljoen kinderen en jongvolwassenen overleden. Die epidemie, die pandemie, die greep niet aan op ouderen, maar op jongere mensen. Dan had je in 1968, 1969 de Hongkong-griep. Ook daar relatief minder doden dan met de Spaanse griep, namelijk ook 1 miljoen, waren ook weer jongeren, niet piepjong, maar dus onder de 40 mensen die dus niet resistent waren geworden, die dus geen immuniteit hadden opgebouwd uit een voorgaande epidemie. 1977, Russische griep, onbekend aantal doden. Ook waren dat wel mensen die dus na 1957 geboren waren, dus ook jongeren. Dan had je in 2009 de varkensgriep. Dat waren ook weer voornamelijk jongeren, 350.000 doden. En dan had je ook nog de gewone Nederlandse griep, om het zo te noemen, 2 jaar geleden. Dat waren 900.000 mensen ziek. En er zijn bijna 10.000 mensen overleden, dus dat is 1%. Dan nu, de nieuwe cijfers, de corona
griep. Nou ja, laten we zeggen de corona. In China zijn er ruim 80.000 mensen ziek geworden. Ik geef de officiële cijfers maar. En daar is zo'n 3,5% van overleden. Daar waren overigens ongeveer 4.000 mensen in totaal, volgens de officiële cijfers, die naar de intensive care zijn geweest. In Italië, daar is volgens de cijfers die ik van gisteren heb, dus het kan iets achterlopen, ruim 8% overleden van de 20 of nee, van de bijna 40.000 mensen die daar de corona hebben gekregen. In Nederland was het gisteren 2,8%. In Frankrijk 1,6%. In Duitsland, heel merkwaardig, ik geef de cijfers maar voor wat ze zijn, 0,2%. Maar dan, het meest interessante, Zuid-Korea. Dat ging gelijk op ongeveer in de tijd met China. Daar is minder dan 1% van de mensen overleden. En dat is op een totaal aantal van zo'n 7000. Dat is dus een zeer opmerkelijk getal, omdat daar de epidemie, net als in China, alweer op zijn terugtocht is. Al deze getallen die lopen natuurlijk gigantisch uiteen. Maar Zuid-Korea is volgens mij het belangrijkste. Want wat is er gebeurd? De omstandigheden in die landen zijn natuurlijk allemaal anders. Maar wat is er in Zuid-Korea gebeurd? Daar is in 2013 een regering aangetreden die heeft getracht het roken van sigaretten uit te bannen. En dat is behoorlijk gelukt. Daar wordt niet veel meer gerookt. En als je dus spreekt over corona, dat is dus een longziekte waardoor de longen gewoon aangetast worden tijdelijk. Maar door het roken worden ze niet helemaal definitief, maar toch wel voor een behoorlijk aantal jaren aangetast. Ik vind dus, om dus een goed beeld te krijgen van hoe de ernst is en voor welke groepen de zaak zo ernstig is, moet de Nederlandse regering, vind ik, ervoor zorgen dat niet alleen de aantallen doden worden gemeld, en of het een man of een vrouw is, en ook de leeftijd, dat is natuurlijk zeker van belang, daar moeten ze zeker mee doorgaan, maar er moet absoluut ook worden meegedeeld of die persoon die dus overleden, of dat gewoon een normale stugge roker was, of niet. Dat is namelijk ook voor de komende jaren, voor de beleidsvorming van de gezondheidszorg in Nederland van doorslaggevend belang, want er overlijden elk jaar duizenden mensen aan longkanker door roken. Dat is dus iets wat voortdurend doorgaat. En deze corona, dat mogen we wel aannemen, dat is iets dat dat gaat zeker niet zo lang door. Dan zijn er andere verklaringen voor de verschillen. Ten eerste natuurlijk, hoe meet je het? Want ja, het is wel duidelijk geworden inmiddels dat al die mensen, dat er bijna iedereen die overleed, zeker dus die oudere mensen, die zijn overleden terwijl ze al meerdere ziektes hebben. Die hadden al allerlei andere ziektes. Dus je kunt, ja, afhankelijk van als je als arts of als statisticus voor het een of voor het ander bent, kun je in wezen gewoon kiezen. Is deze man aan longkanker overleden? Of is die aan corona overleden? Is die aan een oude longontsteking overleden? Die weer opspeelde? Of is die aan corona overleden? Dat geeft natuurlijk een gigantische speelruimte. En je weet dus niet hoeveel die speelruimte wordt benut door de verschillende artsen en tellers en statistici. Maar dat het een enorme invloed heeft op een cijfer van, laten we zeggen, China 3,5% of Italië 8,3%, dat mogen duidelijk zijn. Dan, de gezondheid, ja, dat is eigenlijk een wat ik net eigenlijk al zei, de algemene gezondheid speelt natuurlijk ook een rol. Iemand die dus heel ziek is en dan corona krijgt, ja, die gaat dood. Of die dan dood gaat, ja, waar gaat die aan dood? Aan zijn oude ziekte die hij al had of aan corona? Nu is er
door meneer Rutte en zijn advieskring, zal ik maar zeggen, is er een plan ingetrokken, maar dat heette de groepsimmuniteit. Dat was een zo absurd plan dat ik daar toch wel even op in wil gaan. Want dat is weliswaar ingetrokken, maar de waanzin ervan, er mag niet vergeten worden, een club die dit soort plannen bedenkt, die kan ook nog wel andere plannen bedenken van dit kaliber. Nou, in het algemeen geldt dat iemand die een virusziekte heeft overleefd, die krijgt die ziekte niet meer terug. Dat is eigenlijk standaard en dan ben je immuun, zoals dat heet. Wanneer bijna iedereen immuun is, dan zijn er te weinig potentiële slachtoffers voor het virus als aanvallen om een epidemie te veroorzaken of in stand te houden. Een bekend voorbeeld. Wanneer 95% van de bevolking tegen mazelen is ingeënt, dan is de resterende minderheid van 5% ook zonder inenting veilig. Rutte die wilde daar met de corona naartoe werken. Nogmaals, hij heeft ervan afgezien, maar het feit dat je zo'n idee naar voren brengt, dat is kenmerkend, vind ik. Dat is het gevaarlijke. De gedachte was dat wanneer 60% van de bevolking immuun zou zijn, dan zou het coronavirus geen bedreiging meer zijn voor de andere 40%. Nou, in het algemeen wordt iemand dus immuun na een vaccin, een injectie of een pil of wat dan ook. Maar wat Rutte voorstelde, dat was iets heel anders. De Nederlandse bevolking kan helemaal niet op normale wijze immuun worden gemaakt, want heel simpel, er was geen vaccin. Dus dat kon gewoon niet. Het idee van Rutte was dus de groepsimmuniteit op te bouwen door de hele bevolking dus ziek te laten worden. Ja, dat was nog nooit eerder vertoond. En dat wordt dus dan ook gelukkig waarschijnlijk niet vertoond. Maar dan zouden er dus, volgens dat plan, zouden 10 miljoen jonger dan gemiddelde Nederlanders ziek moeten worden, om daardoor de overlevingskansen van 7 miljoen oudere Nederlanders te vergroten. Wanneer 1% zou overlijden, en dat is een vrij bescheiden, redelijke schatting hoor, wel geloof ik, dan zouden dus 100.000 jongere Nederlanders moeten overlijden van meneer Rutte om de oudere Nederlanders uit de coronawind te houden. Nou, dat is een zo grotesk idee dat lijkt eigenlijk een sociaal-psychiatrisch onderzoek van het hele Rutte-team op zijn plaats te zijn. Ik denk niet dat het ervan komt, maar dat zou wel op zijn plaats zijn. Nou ja, en de plan, dat was dus ontworpen om het tekort aan intensive care bedden op te lossen. Dus dit hele groepsimmuniteitsplan was eigenlijk in belangrijke mate bedacht om het eerdere fout in de gezondheidszorgpolitiek van de kabinetten Rutte te bedekken. Dat was het helaas.